Liedje geneuried door een klein meisje. Zo karakteriseert de schrijfster haar hoorspel Feest. We worden erin geconfronteerd met de gedachten en opmerkingen van een kind zonder moeder, Theresa, als ze samen met haar vader de Noorse Nationale Feestdag viert in de straten van de stad Bergen. Achter de vrolijke atmosfeer en de bij de hand de manier waarop zij de zaken waarneemt, voelen we haar eenzaamheid en die van haar vader, terwijl ze de traditionele riten uitvoeren van ijsjes eten en andere dingen waarmee je op zo'n dag de tijd doodt. En maar bewaren. En maar bewaren. Je mag nooit iets weggegooid worden. En dus doen ze het weg. Kant. Kijk nou toch eens. Heuse kant. Lakens met monogrammen. Kant, kant, kant. Met bloed? Nee, cacaovlekken. Feest. Een kinderliedje. Een hoorspel geschreven door Cecilie Leuvuit. Vertaling Cora Polet. Regie Hans Kassenbach. Er stond een oude vrouw achter me, die me tegenhield. Ze hield haar gespreide vingers voor mijn gezicht. Haar man is zeeman geweest. Een vrouw, deels in het blauw gekleed, deels in bont gehuld, als een vet konijn. Ik heb de onderrok nooit gezien. Wel de hoeden op de hoedenplank en haar mantels aan de hangertjes. Nooit de onderrok of de diamant in haar juwelenkistje. Die ze me beloofd heeft. Ze was gek op mijn vader. Ze was stapelgek op hem. Op een dag gaat haar man dood. Zoals altijd komt ze naar ons toe, jammerend van angst naar papa en oma en mij. We gaan mee naar boven. Oh, nee, oh. Johan gaat dood. Hij is in de handen op elkaar gezakt. Oh. Ze holt naar de slaapkamer om een kussen. Dan ligt hij gemakkelijker. Hoor je me, Johan? Johan, hoor je me? Hoe wit haar huid is, weet ik niet. Haar rietsluiting opent ze nooit. Wel het theebusje en het koektrommeltje. Wie er bij haar op de radio praten, zijn we nooit te weten gekomen. Daar hebben we niet op gelet. We zullen nou toch geen straf krijgen? Ze was dik. Ze was ongewoon dik. Een blauwe weduwe. Ze ploft zwaar als een beer op een stoel. Haar gordijnen vergelen als tanden. Haar handen worden ruw. Haar ogen zijn bloed doorlopen. Ze drinkt. Ze loopt doelloos door de kamer heen en weer. Ze loopt doelloos de trap af naar ons. Haar keuken is uit de jaren 20. Haar geborduurde tafelkleden uit de tijd tussen de wereldoorlogen. Een verborgen diamant. Ze geeft me loten. Ik kan er iets mee winnen. Voor geluk spuugt ze erop. Dan legt ze me de kaart. Legt ze in een waaier. Als zigeunerin. En op een keer naaiden ze een naald dwars door de duim. Mascoli Pescara. In. Een ster, jij bent een ster. Als we onze armen en benen uitstrekken, springen worden we een ster. Theresa, houd er dan mee op. Ze zijn de uitslagen van de voetbalpool. Ik heb mevrouw Hagelien een glitterengel gegeven. Zal ik je wat vertellen? Hij hangt aan de muur met zijn vleugels buiten de lijst. Maf, hè?
modder heb je dat mens weer. Kan soms dan boven is met de rustelmatten. Zeg, ik ga naar de wc. Mevrouw Hagelin, is het uw hart? Oh, wat afschuwelijk. Hoe heb ik dat nou kunnen vergeten? Wat een ramp. Wat is er dan aan de hand? Ik ben toch zo ongelukkig. Hoe heb ik nou zo stom kunnen zijn? Doe nou. Vandaag is het feest. Onze nationale feestdag. Ja, het is 17 mei. Hebt u soms wat viskoekjes voor mij? Ja, we hebben nog een half opgegeten bedorven koekje. Dat de kat heeft laten staan. Nee, geen kwaad spreken van de kat. Die is vorige week gestorven. Ja, dat is nog een week. Wat moet ik nou doen? Ik heb de hele nacht liggen tobben en piekeren. Waarom moet je net vandaag viskoekjes hebben? Ik ben klaar. Matrozenpakje, mooie strik, ballon en het hoedje. En een hart met bezet en vrij erop, rood. Dat is voor de wc-deur. Ja, maar ik doe hem, hoor. Ben jij bezet of vrij, Tricia, lief? Ik ben wat ik ben. Bezet, vrij, bezet, vrij, vrij, bezet. Vrijbezet. Zo mag ik het horen. Doe nou, mevrouw Hagelin. Niet op onze nationale feestdag. U moet niet zo bedroefd zijn. We hebben allemaal wel iemand te betreuren. Het duurt niet lang meer of u bent net zo oud als ik. En dan bent u vergoed van uw verdriet verlost. En begint u te vergeten? Geloof mij nou maar. Je vergeet wat je vergeten wilt. Ik zette het nachtkastje tussen ons in. Lang voordat hij stierf. Oh, ik was die dag toch zo opgelucht. Doe als ik. Neem een likeurbonbon. Wat voer jij daar bij die kleerkast uit, Therese? Nou, dat zijn de kleren van mama. Ik wil een jurk van haar. Dat gaat niet. Die past helemaal niet. Je lijkt wel een goedkope straatmeid. Waarom heeft u een foto van mijn moeder aan de muur hangen als u dat niet aardig vond? Wat zou u zeggen van een kopje koffie, mevrouw Hagelin? De zoon van mevrouw Hagelin woont in Amerika. Maar elk jaar op 17 mei dan komt hij zijn moeder opzoeken. En dan krijgt hij viskoekjes. Net als toen hij nog een kleine jongen was. Maar hij logeert niet bij haar. Nee, dat is hem niet deftig genoeg. Hij neemt zijn intrek in Hotel Oslo. Hij huurt er een suite. En vervolgens nodigt hij zijn hele familie uit. Al zijn vrienden. De godganse stad. De halve streek. Vanaf het balkon kijken ze dan naar de kinderoptocht. En intussen moeten ze viskoekjes verorberen. En nou heeft zij ze vergeten te maken. Ach, ze is dood. Ik heb liever een zakje patat. Wat moet ik nou toch doen? Oh, Johan, onze zoon vergeeft me dit nooit. Nou, hier hebt u een kopje koffie. Pas gezet. Koffie moet heet als de hel, zwart als de duivel, puur als een engel en zoet als de liefde zijn. Ach, Jezus. Kijk, het zit zo, Treesje. Mevrouw Hagelin is niet van de gezusters Hagelin. Ze is niet eens een zuster van de gezusters Hagelin. Ze is een nicht. Maar zij maakt de beste viskoekjes van de hele wereld, dat weet iedereen. Jij dus nou ook. Nou is het mooi genoeg geweest, mevrouw Hagelin. Je kunt beter twee grote tenen aan iedere voet hebben dan twee neuzen midden in je gezicht. En u hebt geen van beide, voor zover ik kan zien. We hebben geen viskoekjes en ik kan niet toveren. Zometeen komt Jurgen en dan wil ik koffie hebben. Is die er dan? Ja, heb u hem niet gehoord? Is hij al op? Nou, dan ga ik maar. Kijk anders even in de kelder of er nog viskoekjes zijn. Of u moet het hotel willen bellen om de waarheid te vertellen. Nou, dan ga ik maar. Tot kijk. Oh. Dan ga ik maar. Als mevrouw Hagelin op de foto vader in zijn marineuniform ziet, dan loopt het kwijl uit haar mond. Ze vallen allemaal op mijn vader. Mm-hmm.
Mijn moeder is dood. Ik woon bij mijn grootmoeder. En zo nu en dan woont mijn vader ook bij ons. Hij reist door het hele land met boeken. Boeken over onze aarde. Zo nu en dan is hij thuis. En dan leert hij me fluiten en dat soort dingen. Hij slaapt op de bank in de huiskamer. Want we hebben maar twee kamers. En dan kruip ik bij hem. En val in slaap. De kamer ruikt dan heel lekker naar pijptabak. En hij leest van die spannende boeken over cowboys en dames met rokken die tot boven hun dijen kruipen, zodat je tot in Villa Schoonzicht kunt kijken. Papa, ze is weg. De kust is vrij. Oh, er zit een leeuw in de badkamer. Hij woont in de badkuip. Leeuw, heb je honger? Ja. Erg honger? Oh, wat moet ik doen? Onze leeuw heeft honger. Als ik naar binnen ga, dan eet hij me op. Leeuw, eet je me op als ik binnenkom? Ja, ja, ja. Nom, nom, nom. Pas jij maar goed op. Geitje lief. Kan je me mijn Donald Ducks even geven? Schuif ze maar onder de deur door. Die heb ik opgegeten. Nom, 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 nom. Donald Duck, in de boot. Oh, wat moet ik nou doen? Meh, meh, meh. Ik doe het licht uit. Ha, ha, ha. Oh, dan doe ik het weer aan. Goed zo. Oh, ik heb toch zo'n honger. Hou je van vis uit, Leeuw? Ik haal wat voor je uit de keuken. Meh, meh. De oude apenkoningin heeft niks gezien. Nee. Hier ben ik weer. Hier komt je viskuit. Door het sleutelgat, Leeuw. Was het lekker? Heerlijk en zout. Heerlijk en zout. Meer. Ik heb niet meer. Meer. Anders wat? Ik zal een tube smeerkaas uit de keuken halen. Lust je dat wel, Leeuw? Mayonaise. De mayonaise is op. Dan steek ik mijn ruwe tong uit en lik een gat in de deur. Dan kom ik naar buiten en eet jou op. Kom dan, kom dan, papa dan, kom dan. Meisjesbiefstuk. Een engelenbiefstuk. En nou krijg ik een scheerknuffel. Andere wang. Zie ik er zo knap genoeg uit? Charmant. Glad achterover een kant gezicht, haar in de plooi. En 11 rijtjes van elk 3 haar. Oh, die zeurpiet was er weer. Ze vroeg of we viskoekjes hadden. Op de nationale feestdag, hoe bedenk je het? Het liefst eigen gemaakt. Ach, ze is echt. Viskierenwie. Wat is dat? We zullen een paar viskoekjes moeten vinden om de naakten te kleden. Wat is kierenwiet? Zeur niet zo. Ik doe mijn nette pak aan. Ga je feest vieren? Nee, moeder. Ik ga naar het graf. Neem Theresa dan mee. Ik loop met de klas mee in de optocht. Nee, jij gaat naar het graf van je moeder om eer te bewijzen. Wie ben ik? Een dartele ziel. Uit op vrouwen en het verdrinken van mijn verdriet. Theresa, wij gaan naar het graf. En dan kijken we intussen of er soms viskoekjes aan de bomen groeien. Ben je verdrietig vandaag, Jurgen? Verdrietig? Ik? Nee, heb ik soms geen schoon overhemd aan. Dat zou wel heel ondankbaar zijn. Ondankbaar? Nou, ondankbaar jegens het lot. Kom eens hier. Dan krijg je een pak slaag, Jurgen. Eerst een zoen. En dan een pak slaag. Nee. Toe, hou op, moeder. Nou, pak je toeter, Treesje. Ja. Gaan we naar het graf.
aapje onder de doop. Een aapje, dag in, dag uit. Onder de doop, gebruikt door een fotograaf. Zo'n lot is erger dan de dood. Zeg, die vrouwen vroegen of je al wat had. Wat had? Ach, kom, doe niet zo onnozel, zeg. Vroegen ze dat? En toen zeiden ze, ze heeft er vast een eind aan gemaakt omdat hij niet van haar hield. Kom, je moet niet naar die onzin luisteren, Treesje. Dus is ze met haar fiets op de trambaan gaan rijden en tegen een tram opgereden. We gaan naar mama's graf. Papa ziet er heel knap uit. Hij legt een roos op haar graf. Hij neemt een foto van me op het graf, omdat ik er zo mooi uitzie. Ik probeer te lachen tegen hem, omdat hij zo knap is. Maar ik kan helemaal niet lachen, want mama droeg een roos op haar hoed, op een foto. Je moet je mond eens houden tegen die keletskousen van de overkant. Heeft die al iemand? Je moet ze niks over mij vertellen. Aasgieren, dat zijn het. Ik mag best over mijn mama praten. Bananen en druiven en... En vanillevla. Ja, kom, lach eens, Theresa. Dan kan ik een foto nemen. Het lukt niet. Ach, wat heb je nou toch vandaag? Hou dat vlaggetje nou eens recht. Kom, glimlach. Cheese. Vis. Viskoekje. Kaas. Nou, hou dat vlaggetje nou recht. Dit is geen begrafenis. Zit daar nou niet zo als een aap die haar is. Over een heleboel jaren graven ze je moeder weer op. En dan kunnen ze aan haar bekken zien wat voor een stuk het was. Ja, het is jammer dat ze mij niet goed begreep. En altijd klaar stond om me verkeerd te beoordelen. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet zien. Maar wat zullen ze enthousiast zijn als ze die kleine in haar ontdekken. Een heel nietig klein ruggengraatje. Hoera, hoera. Kom, dan zal ik je leren fluiten. Dan gaan we de stad in om viskoekjes te zoeken voor die troela van Hagelin. Ja, en zeg nou niet weer dat ik dat gezegd heb. Ik meen niet altijd wat ik zeg. Tja, toen ik in Texas was, maar dat was andere koek. In Texas schoot ik op gringo's en dingo's. Ja, daar stond een hele hoge prijs op mijn hoofd. In haar graf ligt Lillemoe. Vol bewondering kijkt ze toe. Hoe hij over het pad flaneert. Als een goudhaan paradeert. Ach, haar graf, dat ziet hij niet. En de sleutel heeft hij niet. Reeds vergeten ligt ze daar. Hij plukt rozen van haar haar. Voor een spelletje. Dat is een aapje onder de doop natuurlijk. Ja, kom, kom, dan zal ik je leren fluiten. Kun je dat wel? Laat eens horen. Nou, alles niet slecht. Zo, en dan gaan we nu naar een conditorij.
ben moe in mijn benen. Kunnen we niet opgeven, pap? Ik heb zin in een ijsje en patat en een flesje fris en een kroket. Ja. Neemt u mij niet kwalijk, juffrouw. Maar hebt u misschien een viskoekje voor ons? Wat? Oh, een rompudding dan? Ach! Nee, zo gaat het dus niet. Dan maar naar een conditorij. Vind je het erg, Treesje? Nee. Oh, wacht eens. Wacht eens. Ik dacht dat ik een viskoekje zag. Ja, daar. Tussen de benen door van de jongens van de schietvereniging. Kijk, 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 kijk. Daar rent die schavuit. Verbergt zich achter een brandkraan. Nou, dat is even brutaal. Hij gluurt om de hoek heen. Waar? Daar. Oh, nee. Nee, nou is hij weg. We moeten proberen of we een paar viskoekjes vallen kunnen krijgen. Ja. Dit is helemaal geen conditorij. Dit is een viswinkel. Dit is een viskoekjesboutique. En ik geloof dat ik daar een glimp op vang van een viskoekje. Ja, maar de winkel is dicht, hè? Oh, wat jammer nou. Daar, daar is hij, daar, daar. Ja, hij speelt de heilige onschuld. Waar? Daar. Ja, hij gaat bijna helemaal op in de toonbank. Zijn noodzakelijke schutkleur. Lief, hè? Van mevrouw Hagelin. Ze bezorgt ons een hoop plezier. Maar ze is heel dik, hè, naar? Ze deed altijd heel gewoon tegen me. Maar ik geloof dat ze bang voor me is geworden. Ja, vroeger was het trouwens zo magere lat dat ze op en neer moest springen om te zorgen dat haar spieren haar vel opvulden. Ze is vast verliefd op je. Ze kwijlt gewoon boven je foto. En mij heeft ze een diamant beloofd. En kanten lakens. En een pop die kan lopen. Mama, mama, mama. Oh, mama. Kijk. Kijk in die lamp daar, hangen een paar viskoekjes. Ze lachen naar ons. Ja, vroeger maakte iedereen zijn eigen viskoekjes. Lekker was dat. Er hing dan een speciale geur in de gang. Nootmuskaat in het donkere, steile trappenhuis. En onder haar rokken de warme billen van het boerendienstmeisje. Terwijl de vispudding op het vuur stond en zij met de pispot naar beneden holde. Ja, de rok met het warme achterwerk hè, dat zich langs de jongens haaste. Die lang uit op de traptreden lagen en deden alsof ze omgevallen bezems waren. Nee, luister maar niet maar, luister niet naar me. Zo, nou zal ik jou vertellen van die keer dat ik in Hollywood was. Ja, kijk, toen ik in Hollywood. Ze hebben hier geen bier. Maar ik wil de muurschilderingen zien. Hier heeft mama gewerkt. Ze was een veerster. Hollandse tegelvloer. Een zwart en wit schaakbord. Muren met harlekijns en columbines in lichtblauwe paletkledij. Alle tafeltjes hebben een nummer en mevrouwen. Mevrouwen. Slagroomwafels, broodjes garnaal, hamburgers, tasjes van zwart lakleer op de tafeltjes als een geheimzinnig symbool van... symbool. Ze zaten allemaal achter zwarte sluiers met noppen, hoeden als grote gevederde handen op hun hoofd die zich om het voorhoofd van de mevrouwen klemden. Een hand van veren. Een vleugel dus. Hebt u viskoekjes in de schelp? Het spijt me. We hebben vandaag geen viskoekjes in de schelp. Maar we hebben een heel lekkere witte dame. Hebben viskoekjes dan geen zuur? Sinds kort ben ik daar anders over gaan denken. Ze droeg in de winter altijd een zwarte uniformjurk. In de zomer een witte. Lilian. Een eenvoudige jurk. Opgestoken haar. Krulletjes. Brede schouders. Armen. Borsten.
heupen. Een hele hoop, vrouw. Benen. Paraat om tegemoetkomen te zijn. Jij herinnert je haar niet? Oh, één van die ijzers, alstublieft. Van die ijs. Het wit in de hitte, om je aan de koude sneeuw te doen denken. Het zwart in de kou, om je aan een warme augustusnacht te doen denken. Met oorbellen in haar oren. Ik moet hier weg, Treesje. Ze hebben hier geen bier en dat heeft een man nodig. Kijk, Treesje. Daarboven staan de fijne lui om de schietverenigingen toe te juichen. Kijk, heb je Karel Gustav Hagelin en co. Ze juichen, drinken en wachten op de jaarlijkse viskoekjes. Spannend, hè? Het is net alsof wij in een detectiveverhaal zitten. Ja, wij weten immers dat ze kunnen fluiten naar hun viskoekjes. Niemand kan op de nationale feestdag aan viskoekjes komen. Oh. God, wat heb ik trek in een pilsje. Nou, luister, ik ga hier even een pilsje pakken en kijken of ze viskoekjes hebben, hè? En jij gaat intussen naar huis. Het kan wel laat worden vanavond. Ga je stappen en achter de poezen aan? Jij gaat nu naar huis. Jij gaat de handen van de oudjes vasthouden, hè? Oude mensen kunnen een paraplu boven de wereld houden en zich veilig voelen. Maar ik niet, dus ik moet een pilsje hebben. Maar ik wil niet alleen naar huis. Wil je soms dat ik omkom van de dorst? Nou, kom, blaas op je trompet. Wees lief, ga naar je vriendinnen. Roddel maar over mij. Zeg maar tegen ze dat ik op jacht ben naar een volle deken. Hè? Kom, schiet op. Ik wil een zakje patat. Denk erom, niemand heeft zulke mooie rode lippen als jij, hè? Treesje lief. Eindelijk op met dat geslotter. Hier, neem een moorkop. Nog een kopje koffie? Als Johan me zo gezien had, zo vernederd. Wat zou hij dan gezegd hebben? Hij zou zich doodgelachen hebben als hij nog geleefd had. Ook al heb ik de lotto niet gewonnen, daarom huil ik nog niet. Ik win nooit wat. Speelt u dan in de lotto? Nee. Mag ik u wat vragen? Doet u veel room in de vispartij? Zal ik jou eens een geheim vertellen, Sophie? Ik koop mijn viskoekjes al 15 jaar in de viswinkel op de hoek. Het wordt me te veel. En mijn zoon merkt het verschil toch niet. Ja, wat niet weet, wat niet deert. Daar komt je familie. Dan ga ik nu maar. Ik ga naar boven. Ik ga op bed liggen om te sterven. Zoiets mag u niet zeggen, mevrouw Hagelin. Ik bel het hotel wel. Zit me niet voor schut. Mogen we op zolder spelen? Nee, nu niet. Nu gaan jullie buiten spelen. Waar is je vader, Treesje? Die is achter de poezaan. Waarom liep jij niet mee in de kinderoptocht, Theresa? Ik en mijn vader waren naar het graf. Was je niet erg bedroefd? Nee, ze heeft het nou toch goed? Ze is al voor de kerst gestorven, hè? Wat heb jij een knappe vader? Mijn moeder begint helemaal te kwijlen als hij op straat voorbij komt. Jullie mogen niet zulke lelijke dingen zeggen. Mijn moeder zegt dat hij op een filmster lijkt. Op wie dan? Ah, dat weet ze niet. Hij lijkt op ze allemaal. We schommelen nou precies boven het hoofd van mevrouw Hagelin. Ik ga naar huis. Ophouden! Maar ze doet geen kwaad.
Ze heeft me een pop beloofd die kan lopen. En parels en diamanten. Jullie kunnen er ook wat van krijgen. Doei, toe. Blijven jullie dan nog even. Zit niet zo te hangen, Treesje. Hij is stappen. Hij komt voorlopig niet thuis. Ga mevrouw Hagelin maar halen. Dan leggen we kaartje. Nou, dan moet ze met een eigen sop gaan koken. Het is trouwens bijna bedtijd voor jou. Ik wil nog niet naar bed. Liefje, het heeft echt geen zin om op hem te wachten. Wat betekent het? Wat betekent het? Wat? Achter de poezen aan. Wat betekent dat? De stad ingaan achter de poezen aan. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij op zoek is naar een wollen deken. Een wollen deken? Ja, of een matras. Maar hij heeft een matras. In ieder geval een slaapbank. Houdt een poesje in zijn handen. Wat doet hij daarmee? Iets verkeerds? Hij is gewoon de stad in om een deken. Doe nou, papa. Ga nou niet weer weg. Je moet hier blijven. Ik zal iets maken dat we kunnen verkopen. Wafels. Of marmelade. Ik kom altijd weer terug. Ik blijf nooit lang weg. De stad in, achter de poezen aan. Een schone nieuwe deken. Roze met wit, denk ik. Als een mooi kleed spreidt hij hem uit op de witte sneeuw en strooit er voer op voor de vogels die uit de grijze regen helemaal naar hem toe komen. Jij moet begrijpen dat je vader zich eenzaam voelt. Eenzaam? Hij heeft mij toch? Laat me zitten. Revolutie of geen revolutie? Heb jij nooit begrepen, moeder? Dat heb jij nooit begrepen. We hebben dus feest gevierd. Koning. De nationale feestdag. Revolutie of geen revolutie? Nou, onmogelijk is het niet. Nou ja, om het te kunnen stoppen. Kijk, moeder, zonder ander bedrog dan bedriegerij. Nou, luister, ik heb eens nagedacht. Moeder, een viskoekje of geen viskoekje? Dat is de vraag aan de tafel der rijken. Een hoop mensen zijn zingend naar het Sovjet-vaderland teruggekeerd. En we hebben doodgeschoten. Oh. Dat heb jij nooit begrepen, moeder. Dat heb jij nooit begrepen. Roudtulip, Groenebezoet. Roudtulipbezoet, Philipsweeuwtje. Doe open. Open in naam der wet. Toe, Katrijne, Poppedijne. Les mijn dorst. Jurgen. Nou heeft ze hem. Geen poezen! Ik zie geen poezen! Ik ril bij de gedachte aan wat ze aan het doen zijn. Ik was nooit knap. Maar er was een tijd dat ik geen rimpels had. Ik had een glad huidje.
Maar ik was saai. Ze doen niet open. Die wanhopige pogingen om maar knap te zijn. Om op te tutten. Maar ik kreeg een hele knappe zoon. Ongelooflijk maar waar. Ik heb 60 jaar lang mijn best gedaan om mooi te worden. Het is me nooit gelukt. Ze willen niet open doen. Nee, natuurlijk niet. Laat de mensen met rust als ze zo dom willen zijn. Zo. En nou ga jij je pyjama aantrekken, Trisje. Ook al slaap je niet, je pyjama moet je aan. De kurk. We hebben de hele dag op mijn moeder zitten wachten. Ik weet het, ik weet het. Ga toch zitten. Gaan jullie toch zitten? Geen viskoekjes. Arme, arme jongen. Maakt leeftijd dan helemaal geen indruk op jou? Ik heb een elandbout in de ogen. Met heel saus. Dat je wel verwacht. Waarom doet hij het, vraag ik me af. Zonder liefde gaat het nooit goed. Waar heeft u het over? Waar is mijn moeder? Naar bed. Zo, en nou vieren wij feest. Ze deed niet open. Nee, ze heeft een heer op bezoek. Hij begrijpt er. Hij wil vrijen. Jij wil alleen maar viskoekjes. Of heb ik het mis? That's right. Viskoekjes. Waar ben je? Ik trek mijn pyjama aan. En dan gebeurt het. Ik trek mijn pyjamabroek weer uit. Ik slinger hem elegant over mijn schouder. Oh gosh, you really can sing. Die stroom over de aarde en die stroom reist nog meer en meer. Sterft gij oude vormen en gedachten, slaafgeboren ontwaakt, ontwaakt. De wereld steunt op nieuwe krachten, begint en heeft ons aangeraakt. Makkers ten laatste malen, tot de strijd. Feest. Een kinderliedje. Een hoorspel geschreven door Cecilia Leufuit. Vertaling Cora Polet. Rolverdeling Theresa Tera van Hoomeyer. Grootmoeder Nel Koppen. Vader Gees Linnenbank. Mevrouw Hagelien Nelly Vrijda. Carl Gustav Hagelien Rob Fruithof. Een serveerster, Paula Major. En de vriendinnetjes van Theresa, Marie-Claire en Vanessa Meltzer. Technische realisatie, Beer Gertenbach en Leon Dubois. Regie, Hans Kassenbach.